Maar ik heb die kleine kopjes. Ja, volgens mij heb ik die grote. Dan niet vorkjes voor de crepes. Ja, snackvork. Oh, daar is het op. Is het voor de crepes. Oké, kan ik beginnen? Ja hoor. Oké, top. Voor de 22e wil ik graag met Andrea een dinnershow organiseren. Ik heb een presentatie gemaakt om te kijken wat jullie ervan vinden. En wat de bedoeling is van de avond. We gaan het hebben over eten, drinken, het programma. Andrea die het laatste uur gaat draaien. Wanneer het is en om hoe laat het begint. De tickets en wanneer we op break-even staan. Eten en drinken. Het voorgerecht wordt groentesoep. Het hoofdgerecht wordt een satébuffet. En het nagerecht wordt hazelnoot. Inclusief stokbrood en kruidenboter. En er zit ook gebakjes inbegrepen. Dit is het programma. Die heb ik al een beetje helemaal uitgestippeld. Onleesbaar. Nee, het is onleesbaar. Ja, ik kon dat niet echt groter maken. Want lees mijn flasje. Om 17:45 begint de opening. Dan is de bedoeling dat... ik wil het samen met iemand gaan presenteren. Dus ik weet niet wie dat heel graag wilt. Misschien Merel. Mm-hmm. Als je dat leuk vindt. Om de opening te doen. Dinnershow. Als eerst begint Fren. Met haar eigen dans. Je wou ook alleen een dans doen, toch? Je wou niet alleen een dans doen? Ja. Oh, nou ja, ik heb je wel erin gezet. Daarna komt Jesse en Gerrit met Vee. Ik denk dat Richmond en Tony zijn. Ja. En Gerrit, die rappen. Ja, oké. Maar ik heb even jullie namen benoemd. Daarna Milene. Ze wil graag zingen. Daarna Frenny en Alexandra, want Lex die wou graag een dans doen met Frenny samen. Gaan we. Daarna doen we ikzelf een dans. Frenny en Jordi ook een dans. Hiske, cabaret. Vind je leuk toch? Ja. Even kijken. Ja, ik heb Merel staan. Ik dacht, dat vind jij vast wel heel leuk om te doen. Om een veiling te doen. De bedoeling van de veiling is dan dat iedereen stuk voor stuk iets bij de Ur bestelt. En dan maak je een soort van limited edition. En dan gaan we hem veilen. Dus dan kunnen de mensen kunnen dan gaan veilen. Of tenminste gaan... Nou. Geen onder je jas misschien aan het? Denk je? Nee. Oké, ik heb het al de hele ochtend. Oké. Lijkt dat je leuk? Ja? Ja? Oké. Okay. Ja. Daarna Fren en ik een dans. Dan weer Richman en Toffe Tony met helikopter. En het leek me ook heel leuk om een groepsdans te doen. Ik heb gevraagd aan mijn danslerares of zij ons les wil gaan geven voor een groepsdans. Wie het leuk lijkt om het te doen, weet je, iedereen kan meedoen. Als je het niet leuk vindt, dan hoeft dat ook niet per se. En ook als een afsluiting. Dus als meer met mij zou willen presenteren, lijkt me superleuk. Als je dat niet zou willen, dan wie voelt zich aangesproken, die mag naar me toe komen. Even kijken. Het laatste uurtje draait Andrea. De bedoeling is na het eten dat er dan een uur lang nog muziek is. Dan kunnen mensen naborrelen en dus ook een dansje maken. Het is 22 november wil ik de dinnershow gaan houden van 6 tot 9. De tickets zijn €60 per persoon, inclusief 2 drankjes. Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht zit allemaal inbegrepen. En entertainment, dat wordt verzorgd door ons. Break even. We gaan pas break even spelen als we op 36 kaarten staan. Dus
Ik hoop dat, dat we dat halen. Ja, voor de rest moeten jullie maar zelf wel even kijken of jullie, wat jullie hiervan vinden. Ik ben ook iedereen langs gegaan, bijna iedereen. Ik weet niet echt iedereen ben langs gegaan, maar volgens mij 2 dagen geleden wel. Bijna iedereen gaf een akkoord. Ger en Mariska hadden nog wat puntjes. Die heb ik aangepast. En zo ziet het er nu uit. Dus er moeten wel echt 36 kaarten verkocht worden als we geen verlies willen draaien. En ja, dit was het. Kun je daar nog eens zo luisteren? Hoe lang van tevoren gaat stekker eruit als het niet de break-even haalt? Nou ja, yes, die kwam met 4 november. Ik persoonlijk vind dat te kort. Omdat ik dan nu vanaf vandaag een week de tijd heb om 36 kaarten te verkopen. Of wijn. Dus ja, dan kunnen we met z'n allen even bepalen. Kijk, ik vind zelf 4 november vind ik te kort. Ja, ik heb vanmorgen al tegen Shell gezegd van joh, laten we even de cateraar bellen tot wanneer we het kunnen annuleren. En als we dat weten, dan kunnen we altijd zeggen, kijk, als ze zeggen van 2 weken van tevoren moet het geannuleerd worden. Ja, dan kom je wel rond de... Ja, een weekje later dan met 3. Ja, dan kom je daar terecht. Maar ik denk dat het handig is dat we eerst kijken wat de cateraar zegt. Ja. En ik heb dat de catering ook al een mailtje. Ja, precies. Ik wacht op antwoord tot wanneer we het kunnen annuleren. Ja, we kunnen ook even bellen. Misschien okay. Is het handig dat ik hem even uitleg waarom ik hem rond die datum wilde zetten. En dat was nu bij 36 kaarten, maar als er dan ongeveer 20 verkocht waren, je hoeft niet dan op de vierde al je break-even gehaald te hebben. Kijk, sowieso gaan we daarna verwacht ik niet echt veel winst mee genereren, maar is het wel iets leuks om neer te zetten zolang het geen geld kost. En de reden dat ik dan had gezegd de vierde is omdat er ook qua entertainment heel veel geoefend moet worden. Er moeten dansleraren, uitgenodigd worden. En wat ik tegen Shell had gezegd is, als je op de vierde weet of het evenement doorgaat, dan kan je dan kosten gaan maken. Kijk, de catering is niet de enige vorm van kosten die je gaat maken, maar ook je danslessen, alle andere dingen die er gaan komen. En neem aan dat we allemaal mee eens zijn dat we niet al die kosten moeten gaan maken, alle dansen en zo, terwijl we eigenlijk nog niet weten of het doorgaat. Dus om jezelf ook nog even 2 weken de ruimte te geven, dansen uit je zendertje. Dansen uit je hoofd leren is het denk ik handig om het op de vierde te zetten. En dan kan heus wel 2-3 dagen bij. Jesse, zendertje. Bijgeplakt worden. Ja. De invulling van de avond is wel veel utopia. En stel je voor, Frenny gaat naar huis toe. Ik zeg maar eventjes wat, dan is Frenny staat 4 keer in de planning. Jij staat een aantal keer op, stel je voor, jij gaat weg. Neemt André dan volledig de verantwoordelijkheid op? Wat is daar wel een soort van backup plan op? Dat is een hele goeie. Daar is op dit moment nog geen backup plan, maar misschien is het dan leuk om mensen van buitenaf te benaderen of zij misschien iets willen doen op het evenement. Het moet wel in €400, want entertainment kost 400, of tenminste heb ik een budget voor €400. Moet daar wel in passen. Ja, dat is wat ik ook al tegen je zei van entertainment, dat is natuurlijk ook inclusief danslerarissen. En als je jouw danslerares uitnodigt en voor Hiske bijvoorbeeld cabaretier, dan, en stel je voor, valt een utopia aan weg, dan ga je wel over die 400. Ja, als het zover is, dan moet ik inderdaad met André even gaan zitten wat dan handig is om te doen. Maar ik denk wel dat het me dan leuk is om iemand vanaf buitenaf te benaderen. Of misschien dat iemand extra dingen doet. Het duurt nog wel 2 à 3 weken. Ja. Stel je voor, we leven nu een beetje in de maan dat elke week iemand weggaat. Hoeft niet per se zo te zijn, maar dan kun je er meer dan 1 missen. Okay. Dus dan kom je met €400 niet rond. Want dan ben je met die dansjuffrouw, nou, die kost geld. Die moet hier waarschijnlijk een paar keer komen. Cabaretier voor his, nou, dat kost ook geld. Die moet hier ook een paar keer komen. Dan moet je nog opvulling hebben voor eventueel 1 à 2 mensen. Dan zit je zo over die €400 heen. Mensen. Ja, en stel je voor, je zou het entertainment dus verhogen, dan... Break-even ook hoger. Dan is die ook hoger en dan wordt het al helemaal niet rendabel. Dus er zijn wel dingen waar we naar moeten kijken. En of we dit door laten gaan, er zitten waarschijnlijk wel onverwachte kosten nog extra bij, die er niet begroot staan. Dus ja, het is net wat we willen.
Persoonlijk vind ik het een heel erg leuk idee. Maar dat heb ik al eerder gezegd. Dus ik hoop gewoon dat heel veel kaarten gaan verkopen. Dus dat is één. Twee is wat ik aanvraag. Bren, zou jij niet iets willen doen? Wat ik helemaal leuk vind. Breakdance. Ik heb er wel tien voor. Ja, je hebt toch Bren nog ervaring op theater. Je kan zingen, je kan echt wel heel veel. En ja, dan gaan we mensen weg. En waarom ik het eigenlijk vraag is, vanuit mijn perspectief, maar jullie organiseren het, zou ik het tof vinden dat iedereen wat doet. Tenzij mensen echt niet willen. Maar je hebt best wel veel skills. Ja, ik had Bren en Dylan ook tussen. Je wordt even overwacht. Wil je erover nadenken? Ja, kijk, ik lach. Ja. Ik ben niet gevoelig voor. Ja, prima. Dus dat is cool. En de andere vraag is eigenlijk, hoe ziet de taakverdeling tussen Andrea en Shelly eruit? Wie is waar verantwoordelijk voor? Dat vraag ik me. Of wie organiseert het? Of is het Andrea? Ja, ik ondersteun Shelly gewoon. Nee, Shelly bedenkt het en waar zij hulp nodig heeft, daar help ik haar bij. Okay. Sidekick. Ik had natuurlijk de prijs van catering al gezien. Ik wist alleen nog niet precies wat het in zou houden. Jesse, zendertje. Ja, heel de dag al. Number 3. Zo, ik weet niet of je hier wat aan hebt. Wat? Of... Ik heb een hele andere batterij deze kant. Dan is de frustratie ook. Was ik weer. Ik had het bedrag al gezien voor de catering, maar nog niet wat het precies in zou houden. Mm-hmm. Groentesoep en satéstokjes, kunnen we dat niet gewoon zo? Waar wil je dat doen? Voor 50 man. Ja. Ja, groentesoep is toch na het maken een kwestie van warm houden. De satéstokjes, desnoods huur je voor €25 een grote bakplaat. Zou het ook op de barbecue kunnen doen? Ja, maar als je die tosti-ijsje die we nu hebben, die heb je bij de AC ook een heel stuk groter. Kost helemaal niks. Daar kan je volgens mij ook saté-stokjes onder een hot grillen. Een hotdog met saté-saus, stokbrood kunnen we ook gewoon zelf afbakken. We hebben genoeg ovens, een beetje kroephoeken bij. Ja, het kan wel in principe. Ik weet niet, ik vind €700 voor wat we dan... Kijk, €700 is niet veel geld natuurlijk voor 50 mensen, maar wel als je saté-stokjes en groentesoep. Het probleem is wel, Jess, en dat is wel even, kijk, er is toen destijds geadviseerd dat onze keuken te klein was, vooral ook door Jens en Maris. Ja. Het tweede is dat Shelley er ook voor kiest op het moment dat Utopianen aan tafel zitten. We hebben dan nog een programma die we moeten draaien. Dat betekent dat je, en we hebben waarschijnlijk ervan uitgaan dat we ook nog een aantal mensen die aan deze tafel zijn al thuis zitten. Denk ik, en nog een feest daarna, en nog een markt daarna. Daar ook nog even rekening mee houdend, dat het wel heel veel gaat worden. Plus het feit, op de avond wordt het dan ook nog een planning van. Want dan moeten mensen saté gaan maken, dan moeten mensen serveren. Dan moeten mensen zorgen dat het op borden komt. Dan moet er nog bij de tafels gezeten worden, dan moet er nog gepresenteerd worden. Dan moet er nog acts uitgevoerd worden en al die dingen bij elkaar. Dat vraagt echt een organisatie een hele goede planning. En ook strak dat iedereen zich eraan houdt en dat je dan ook nog eens een keer... Ik zie dan bijvoorbeeld niet mensen aan tafel zitten bij mensen te eten. Want daar heb je geen tijd voor. Maar nee, als je twee mensen waar wil je? Als personeel zit. Ja, het lijkt me heel leuk omdat dat er aan elke tafel een Utopiaan zit. Zodat ze ook gewoon met ons kunnen praten. Ja. Zorg wel veel sneller dat je break-even draait. Want het inkomen kost natuurlijk geen donder. Ja, ik weet niet. Ik zie dat allemaal net een beetje wat anders eigenlijk. Kijk, soep is wel iets wat je verder vooraf al kan voorbereiden. Saté kan je in principe ook voor het evenement voorbereiden en zorgen dat het in die grote schalen zit. Met dat water eronder met vuur. Ja. Kan je ook weer dat kost ja. Hoe heet die ook weer? Ja, nee. Ook bij een marinebakker. Dan heb je genoeg daaraan. Ja. En je zou ook twee vrijwilligerszins in de bediening kunnen zetten. Vrijwilligers staan niet begroot ook. Maar als het allemaal omgegooid wordt... Nee, maar dan gaat de catering enorm omlaag natuurlijk. Ja. Ik denk dat het waard is om uit te zoeken. Ik denk namelijk dat je honderden euro's gaat schelen. Het gaat je sowieso honderden euro's schelen. Als iets scheelt, dan is het dat wel, want daar zit een grote kostenpost. Ja, dan gaat misschien je break-even van 36. Staat die snackkamer dan ook? Ik vind weer dat het dan weer wordt geadviseerd. Ja. Vanaf deze markt. Echt, maar hoezo kunnen we die zot voor worden? Nou ja, er wordt Shelly organiseert een evenement, ze wil zelf gaan koken. Dan op dat moment wordt er geadviseerd dat er een cateringsbedrijf hierheen moet komen omdat die keuken te klein is. Daar wordt een ronde voor gedaan, daar wordt van allerlei dingen voor uitgezocht. Dan zeggen we, ja, met de voorbereiding kan het allemaal niet. Ik denk nog steeds dat het krap gaat worden, want die tafels moeten geserveerd worden, we zijn 50 man.
En nu komen we er toch weer op dat we het zelf gaan doen. Waarom op het moment dat we daar dat het benoemd wordt, wordt dat dan wordt het weggewimpeld en moet het en komt het nu weer tevoorschijn? Ik vind dat heel vaag. Ik denk dat nu precies een kostenplaatje van catering. Ik weet daarvoor ook niet hoe duur catering is. Ja, dan is het bij mij dat het vrij logisch is. Ja. Want ik kan niet voor, want dit bedrag is eigenlijk vrij logisch. Je hebt voor mij niet. Oké. Dan ligt het daar aan. Misschien. Maar dan alsnog, ik bedoel, volgens mij ben ik ook niet degene geweest die heeft gezegd dat ik adviseer om catering te nemen. Dus dan is mijn argument, ik bedoel, het zou heel raar zijn als ik vorige week zeg ik zou niet zelf gaan koken, ik zou catering doen. En dat ik dan zelf vandaag zou zeggen ik zou toch zelf gaan koken. Maar vanuit wie is dat dan gekomen, ik zou catering gaan doen? En was dat dan niet op basis van de gedachte dat we waarschijnlijk een tournedoos zouden eten en een carpaccio? Nou, in plaats van groentesoep en steestoep. Nou, we hebben het er heel vaak over gehad. Ik heb het ook heel vaak benoemd. Joh, hou dan een klein menu, stop het in de oven. Zorg dat je een koud buffet hebt. Zorg dat je een koud voorgerecht en een koud nagerecht. Dat kon allemaal niet. Ja, vanuit wie dan niet? Vanuit de groep. Ja, ik heb het ook aangegeven. Maar in eerste instantie had ik al een ander menu verwacht, heel eerlijk. Nee, nou ja, dat zijn niet mijn argumenten geweest. Ja, maar voor €700, daar kan je niet heel veel voor verwachten, toch, voor 50 personen. Ik heb meerdere caterings benaderd en dan zit je wel echt op de 1200. En dan heb je inderdaad carpaccio en luxe, laat maar zeggen. Vanuit de groep? Nee, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat ik dit niet heb gezegd. Kun je gewoon namen noemen van wie dat heeft gezegd? Bedoel. Nou ja, om heel eerlijk te zijn, ik onthoud dat niet, maar ik heb het wel gezegd dat ik het zelf, of tenminste met de groep, met iedereen, wil gaan koken. En wie adviseerde er voor de catering? Volgens mij inderdaad Mariska. Ja, ik sowieso, ja, maar ook een beetje meerdere kaarten. Meer, maar ik weet wel dat Mariska daar best wel vaststandig is. Of Jens was er ook, Jens was er ook absoluut standvastig in. Dat is in ieder geval wat ik verder meegeef, want ik zei direct gebruik je ovens en ga dat doen. En Shelly was daarvoor en toen werd eigenlijk al direct door best wel een groot aantal, maar die mensen weet ik zeker, werd geadviseerd om het niet te doen. De hele groep. Ik heb het niet. Iedereen zei van, oké, kijk maar hoe duur het is en we zien het wel. Ja, qua catering. Ja, en dan wachten we de begroting af, dat is wat er is gezegd. Iemand heeft gezegd, oké, catering, dat wordt hem. Dat gaan we nu doen. Nee, ik kan het maar niet zeggen. Maar is dat... Ja, er is wel gezegd dat de keuken te klein is, dat de voorbereiding te veel is, dat het hier niet kan voor 50 man. Je kan beter een catering benaderen. Dat is er wel gezegd. Ja, toen is gezegd, dan kijken we voor een catering, dan kunnen we kijken hoe duur het is. Ja, dus dat heb ik nu gedaan toch. En ik ben het er ook mee eens dat je 50 carpaccio... Ja, maar dat zeg ik toch ook. Ja, 50 carpaccio is geen doel. Wat er wordt gezegd. We hebben geen coolrent voor. Dat tegen mij gaan doen. Nee, ik doe gewoon wat er wordt gezegd. Daar is geen ruimte. Ik ga gelijk wel tegen mij, ik doe lekker rustig. Nee, doe niet rustig. Je het helpen. Ja, weet je wat het is? Ik vind het een heel leuk idee, maar als je 300-400 euro kan snijden in je kosten. En daarbij ook dan nog eens een keer bijvoorbeeld twee vrijwilligers voor de vermindering van kosten neer kan zetten. En je break even van 36 naar, even kijken, het is 60 euro, 400, naar 30 bijvoorbeeld gaat. Dan denk ik dat het een hele hoop scheelt. Kijk, ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn dat dit heel leuk is om te doen, zolang het geen geld gaat kosten. Dus waar we voor moeten gaan zorgen is dat het in ieder geval dan door kan gaan. En als je break-even omlaag haalt, dan is de kans groter dat het doorgaat. Over een week, anderhalf week. Ja, ik zou gewoon even checken hoe het zit met de catering. Tot wanneer zou je het kunnen cancelen? En wil de kosten schelen als je het zelf zou doen? We gaan straks even kijken voor wat ik kan doen. Oké, maar... Kan ik hem vanuit dit nu wel online gooien? Want ik wil hem vandaag heel graag op Eventbrite... Nou ja, er moet een keuze worden gemaakt. Of je gaat het zelf doen, of er wordt een cateraarsbedrijf. En daar zie je prijs ook een beetje afhankelijk van. Dus als we het zelf gaan doen, dan... Ja, of we laten de prijs gewoon zo zoals het is. Maar... Niks. Ja, dan moet een keuze gewoon worden gemaakt. Hoe wil jij het? Met de catering of dat het zelf wordt gekocht? Met de catering. Ja. Mijn akkoord op deze begroting vindt goed. Gooi me online en we kijken wel hoe ver we komen. Het is proberen. Ja. Het is En qua promotie moeten we kijken hoeveel. En wat wordt de einddatum? Oh, dan had ik nog één dingetje trouwens. De inwoners eten mee. Is er dan ook voor 63 mensen aan eten in de begroting gezet? Dit is voor 50 man. Oké. Daar zou ik misschien wel even kunnen bellen of dat... Met een deeltje of iets daaruit kan komen.
Maar dit is voor 50 man. Maar dat zou dus betekenen, 50 man, dat is, ja, dat is 49. 12 euro per persoon. Dus er komt echt nog wel 150 tot 200 bovenop, zodat wij ook mee kunnen eten. Dus dat betekent dat je break-even dan van 36 naar 39 of 40 gaat. Ja, ik ga wel even bellen. Maar als we de break-even op de break-even staan, wat 36 is plus de 13 Utopianen, dan staan we op 49. Dus dan binnen 50? Nee. Want de verkoopprijs van een kaartje is natuurlijk hoger dan de inkoopprijs van ons eten. Dus daarom, als je 700 deelt door 50, dan kom je uit zeg maar op 12 euro. Mm-hmm. Dus de kostprijs voor een maaltijd is 12 euro. Keer 13. Of zeg, dat moment zijn zeg 150 euro komt er bovenop en een kaartje kost 60 euro. Dus in ieder geval 39 wordt in je break-even. Ja. En dan wordt het allemaal wel heel erg hoger. Dan is het. Dan heb je pas bij. Hoeveel komt erbij? Ongeveer 150 euro. Nou ja, desnoods, ik heb natuurlijk ook aankleding van 200 euro. Nou, hoe doe ik het daarvan? Ja, dat 50 is dus euro voor een beetje aankleding. Het probleem, want dan ga je weer in andere kosten door te laten gaan. Ga je dan jezelf en de bezoeker beperken in de aankleding van de tent. En dat was wat jij zelf ook zei, wel echt heel erg nodig. Omdat het natuurlijk een gigantische tent wordt. Als je daar niet een beetje aankleding hebt, wordt het dan een hele saaie gebeurtenis. Ja. Kijk, als we pas break-even draaien bij 80% van de kaartverkoop. Ja, ik vind het wel heel erg hoog. We gaan straks even zitten, Sjoe. Ik wil ook zo nog wel even meekijken, kijken of er nog wat te veranderen valt. Mm. Maar ja, voor saté en groente soep kan je ook niet echt meer dan 60 euro vragen. Dat is een beetje een ding. Maar dan vraag ik heel erg af van, wij hebben allemaal akkoord voor deze begroting gegeven. Nu spuien we er weer op. Dat één. Dan twee, dan denk ik dat we dat voortaan niet meer moeten doen. Dat we dat in een akkoord voor de begroting in deze vergadering gaan geven. En niet één op één als iemand een papiertje ziet. En twee is, ja, dat is het dan het feit van dat het nu tegenvalt omdat het me nu bekend is van de catering, waardoor we nu denken van nou, het wordt te duur en 700 euro. Dus is dat eigenlijk de reden waarom we dan nu eigenlijk nog weer het gaan herbekijken? Is dat de reden? Ik vind dat wel een heel belangrijk punt. Kijk, een dinnershow. Dat gaat om het gedeelte dinner en om het showgedeelte. Nou hebben we al wat puntjes besproken. Niemand wist nog hoe de indeling totaal zou zijn. Tenminste, ik wist niet dat Frenny vier keer op het podium zou staan. Dus dan kom je op een aantal hele terechte punten. Dan valt de helft van je show weg als er één inwoner wegvalt. Dus daar moesten we dus echt naar gaan kijken. Daar moet een oplossing voor komen. Nou, mooi dat Brennan dan in ieder geval wat wil doen. Maar dat is niet genoeg voor als Frenny weg zou vallen. En daarbij, ik zie nu voor het eerst het menu. En ik heb alleen daarvoor naar de begroting gekeken en ik vind groentesoep, saté en een voor 60 euro plus een klein beetje show erbij is in één keer heel erg veel. Ja. Oké. Okay. De reden dat dit soort dingen normaal gesproken uit kunnen in de buitenwereld is omdat ze een jaar lang dezelfde show doen. Niet dat de dinnershow wel of niet door hoeft te gaan, maar wat gaan we doen op het moment dat hier mensen weggaan die in dit programma staan? Gaan anderen dat opvangen? Hebben andere mensen daar zin in? Willen ze dat doen? Hoe staat het daarin? We hebben nu inderdaad vier danslessen, maar misschien kan er wat aan geregeld worden. En daar moeten we met z'n allen over nadenken van hoe of wat. Maar ik heb het gevoel dat dit weer een hele lange sleur gaat worden voordat we hier de hamerklap op gaan geven. Ja, nou, ga er maar vanuit dat we 3 of 4 mensen minder hebben tegen die tijd. En ik vind dat de knopen doorgehaald moet worden. Ja, en ik vind dat het wel eerst goed moet zijn. En ik moet wel zeggen dat ik het wel bijzonder vind dat ik je al een paar keer hoor zeggen, ja, dat wisten we van tevoren. Ja. Kijk, je hebt net vanuit verschillende mensen uit de groep gehoord dat we het niet van tevoren wisten. Ik wist niet dat we uiteindelijk uit zouden komen op groentesoep en een saté-buffet. Ja, maar dat hoor je maar niet zeggen, Jesse. Je moet goed luisteren wat ik zeg. Dat is een leerschool. Over het feit van hoe of wat. Maar als jij realistisch bent voor het bedrag wat daar staat en je weet wat je per persoon aan eten uitgeeft, dan weet je dat hier geen 5 sterren diner staat. Want dan kan iedereen op zijn blote vingers natellen dat dat zo is. Dat weet jij ook. Als je logisch daarover nadenkt, ik wist ook wel dat het zo'n soort menu zou gaan worden. Dat kan niet. Het kan toch niet anders dat het misschien geen groentesoep is, maar dat het een salade zou zijn. Of dat het geen saté zou zijn, maar iets anders daarin. Maar dit weet je. Je kan niet vragen van een cateringbedrijf die hier winst op moet draaien, dat daar een heel groot menu gaat staan en dat jij 60 euro voor een kaart. Dan
vraag me echt af hoe je hierover nadenkt. Ja, en dat weet je dus niet van tevoren. Oké, okay. Dat vind ik dan... Sorry, vind ik vrij dom. Nee, maar er worden hier heel veel afspraken gemaakt met een verkapte sponsordealer in. Je hebt geen idee wat iemand hier voor 700 euro kan regelen. Mensen kunnen hier ook een botoxbehandeling van 1000 euro regelen voor 50 euro. We kunnen ook een dak van 4,5 regelen voor 50 euro. Dus ik weet niet, ik vind... ik snap je houding überhaupt niet echt. Oké, maar dat mag. Kijk eens, hoe moet ik het weten over catering? Nee, maar daar gaat het niet om. Er zijn een aantal mensen die hier hun zienswijze over gebogen hebben. Die hebben hiernaar gekeken. Die hebben heel kritisch naar die begroting gekeken. En daar zijn wij langs geweest. En nu merk ik dat, en daar is een akkoord voor gegeven... En daar andere mensen altijd kritisch naar kijken. En ik begrijp dan nu niet. En die weten ook, die hebben hun zegje over de dinnershow gedaan. Die hebben hun zegje over het eten gedaan. Die hebben overal hun zegje over gedaan. En nu komen we weer tot de conclusie dat eigenlijk dat we hier weer over gaan discussiëren. En dat we hier weer verder over na kunnen gaan denken. En ik vind persoonlijk, als ik realistisch naar een dinnershow zou kijken en hier, dan had ik dit verwacht. En dan was het een maffetje geweest. Wat Jesse zei, als je het met een sponsor die op binnen gaat halen. Van hoe vat daarin. Maar je weet als je catering benadert en die moet hier gewoon een winstmarge uithalen, dat die geen groot buffet komt staan. Dat mensen die in dit soort organisaties zitten en die hier hun handen overbuigen, die denken dat die hier verstand van hebben, die weten dat. Maar je weet toch niet hoe het geregeld is? Oké, maar wat is nu het discussiepunt, jongens? Want ik word hier echt een beetje moedeloos van. Shell die gaat volgens mij het een en ander checken en laten we dan alsjeblieft het punt afsluiten. En laten we alsjeblieft kijken van joh, of we kiezen voor de gemakkelijkheid en niet winst genereren op zo'n evenement en we gaan kijken hoe dit loopt. Of we gaan uiteindelijk wel voor winst genereren of in ieder geval... Dat wisten we van tevoren al, ja. Dat er zo goed als geen winst, dat het gewoon leuk is om hier te organiseren. Ja, dat weet ik. In ieder geval geen geld kosten. Is het dan ook misschien niet een optie om daar naartoe te kijken van dat we de kaart verkopen om eens aan elkaar te zetten, waardoor we het wel gewoon dan eventueel zelf zouden kunnen koken? Als ik nou iets heel doms. Je zelf kan koken. Hey, je kan het sowieso zelf koken, alleen dan moet je gaan kijken van wil je per se een utopiaan aan de tafel hebben? Wil je per se de utopianen als leven hebben? Er zijn sowieso dingen waar gekeken naar moet worden. Maar ja, als we dan toch al bezig zijn met kijken, is dat ook misschien een optie die ik gewoon even op tafel gooi. Van hey, je kan ook zeggen, hey, we doen 20 kaarten. 20 mensen die naar het utopia terrein kunnen komen om van een dinershow te genieten. En dat we alles gewoon in eigen beheer houden, kan koken enzovoort. Het is een overweging die je zou kunnen maken op het moment dat je op de vierde nog geen 20 kaarten hebt verkocht. En in principe volgens de afspraak de stekker eruit trekt, dan kan je altijd heroverwegen om een aantal dingen te schrappen en er alsnog mee door te gaan als je het echt graag wil. Ja, maar je moet wel voor de mensen die een kaartje kopen duidelijk maken van of we doen het die weg of we doen het die weg. In principe kan je mensen gewoon aangeven wat ze gaan eten en maakt het eigenlijk geen flikker uit of het nou vanuit de ketenbedrijf komt of vanuit ons. Oké, dat men in ieder geval door kan gaan. Ja. Want het blijft wel een leuk concept. Maar je gaat sowieso vier mensen missen, denk ik. Ja. Dan. Als ik er dan nog ben, dan heb ik het prima om lekker achter de barbecue die satéetjes te draaien. Of wat anders. Sorry. Ja. Als het veilig gooit, lekker wat wijn. Ja, ik zou wel even het een en ander aanpassen met betrekking tot de inwoners die mee eten. Dus even die 700 delen door 5. En dat dan keer 10, denk ik, ongeveer 10 inwoners die er nog over zijn. 120 tot 150 euro. Je wilt in de begroting? Ja. Ja. Oké, maar ik ga hem wel zo lang klein zetten. Ik denk ook dat het goed is en dat we het gewoon moeten gaan proberen. En we hebben in ieder geval een afspraak tot wanneer we het aankijken. En mochten we daarvoor denken dat we het net niet gaan redden, kunnen we altijd links-rechts wat eraan gaan veranderen. Maar wel met onder de voorwaarde dat we nog geen kosten gaan maken tot vieren. Ja, daar geef ik akkoord op. Maar niet dat ik tot de vierde... de tijd heb om 36 kaarten te verkopen. Of nee, maar dat hebben we ook nooit met elkaar afgesproken, hè? 20. Ja, nu begin je met 20. Ja. 20. Dat was ook wat we hadden afgesproken, 20 kaarten. Nou goed, dan is dat punt behandeld. Dus de kaarten gaan online. Oké, nou, dan ga ik nu naar boven en dan ga ik hem even online zetten. Doe het anders naar boven. Altijd gezeik. Als ik iets doe... Echt,
mensen. Is je ook nog? Ja. Nou, de vergadering moet nog beginnen. Waar is dan die voor? Hey. Strawberry. Is je mee? Ja, hier, oh, ja. Hier zo. Kan dat dan? Ja, tuurlijk. Hoe kan dat? Oh, van die... Stok draaien. Spang houden in zijkant. Dit is die godverdomme kleerkant. Zo lekker. Nee. Heb je het gevoel dat mensen bewust tegen nee. Ik heb hem al aangemaakt. Ik heb hem ergens aangemaakt. Hoe kan dat nou? Volgens mij staat hij niet alleen. Online. Kopen. Lotte. Leuk allemaal. Yay. Superleuk. Bruh. Nou, we gaan verder, hè? Spelbreker. We hebben nog onze financiën bijgewerkt. Qua bijzonderheden. Er is afgelopen weekend is er veel verkocht op de webshop. Daar hebben we natuurlijk nog geen inkoop voor gedaan. Maar ik heb wel alvast €1500 apart gezet. Of tenminste meegenomen in het overzicht voor de inkoop. Voor het afgelopen weekend is verkocht. Nee. Waarvoor we gisteren bij elkaar kwamen, voor €800 heb ik er ook ingezet. We hebben nog geen factuur ontvangen, maar het is wel een noemenswaardige kostenpost om erin te zetten. Dan kom je uit op plus €31.551,92. Oh, lekker, 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 lekker. Jezus, was de belastingdienst ook alweer meegerekend? Ja, ja. Staat voor deze maand op 3.000. Lekker bezig. Oh, zal me mee naar huis. Nou, voor de plakband. Maar ik doe hem niet met mijn tand, dan breek ik mijn droom weer af. Ja, nou, stel dus 31 gaat er nog belastinggeld af. Dus, daar heb ik veel over. Eerlijk. Nou. Oké. Okay. Jess, heb je al nog meer contact gehad met onze moeder? Moet ik het doen? Nee, gisteren niet. Nee? Vandaag wel. We gaan vandaag gaan bellen. We gaan zo meteen ook gaan bellen. Om even te bespreken hoe wij het voor ons zien. Of dat we hem gewoon helemaal vrij brief geven. En een beetje, het moet een beetje op tempo zijn in een modern jasje. En voor de rest, zet hem op. Oh, nice. Zet hem op. Maar het is in ieder geval klaar voor het evenement. Hopelijk al een weekje voor het evenement. Of in ieder geval een aantal dagen. En dan komt hij op de Hollandse avond, gaan we het nummer releasen. En dan komt hij ook zelf langs. Doet hij ook nog een paar van zijn eigen nummers. Annabelle.
Ik kan niet zonder jou, Annabel. Ja, dat zeg, moet ik met Annabel. Ja, dat is dus een beetje lastig met artiesten die tientallen jaren geleden nummers hebben gemaakt. Af en toe hebben ze wel eens zoiets van, hey, die oude nummers doe ik niet meer en ik wil een comeback maken, dus ik doe alleen maar nieuwe nummers. Ja. Maar dat, ja, heel leuk. Het zat er ook weer bijgewerkt. Milena is de koploper, die zit bovenaan, die heeft meegegeld. Jesse en Gerrit die hebben bijna 0 euro op de bank en Andrea heeft 1 cent. Maar niemand in de min! En dat komt door middel allemaal van leningen dat we eigenlijk allemaal niet in de min staan. Maar dat is goed. Maakt niet uit. Lenen, kijk, we hebben, het is vandaag 28, dus als we het nog een paar dagen kunnen volhouden, jongens, dan hebben we gewoon in oktober ervoor gezorgd dat we van september, waarin we van 10 van de 14 man in het rood stonden, gaan we dan van 0 van de 13. Dus hey, dat is best wel dik eigenlijk als we dat zouden kunnen doen. Kijken wat er in een maand veranderd kan worden. Hashtag Utopia Goals. Inderdaad, hashtag Fit Life. Hou vol. Hashtag Model. Hou vol. Dus alsjeblieft jongens, hou het vol en ik heb nog 1 cent. Nee. Ik heb trouwens van jou geleden. Nee, schat, het is in december. Ja. Oh ja. Maar ja, dat is gewoon zo geld. Krijgen we dan geen cadeautje als beloning? Nou ja, dat is 10 euro extra. Daar hou ik nog met jou nog steeds over tafel zitten, want we hadden volgens mij nog geen. Hoeveel dan? Ja, jij gaat over het zakgeld. Dus ik voel hier uit. 1.553 euro. Waarom staat hier een punt en geen punt? Mogen wij dat? Zakgeld? Daar gaat hij helemaal niet eens over. Zullen we mensen leren? Jij moet kommetjes zijn. Want dat gaat niet over, hallo. Ah. Goed, we hadden gisteren. Nee, niet dat, maar dat. Ik heb doorgaan. Ik heb er zin in. Laat verder gaan als je. Oké, actiepunten afgelopen vergadering. We wachten nog op factuur, beveiliging, Love is Love en tenten en PostNL. Ja, tenten hebben we gekregen. Yes. En hoeveel is het goed? Er zat maar 175 euro schade op. Oh. Oh, hè? Dat valt mee. Ja, dat was bij elkaar. Katie, bedankt. Oké, Nou, eigenlijk was het nog niet klaar, maar stopte ik even onder de weer om gewoon te zinnen. Oh, nou, gaan we dan lekker verder. Wacht een haaltje. De factuur van post was, ik had hem op 1000 gezet omdat we hem niet hadden ontvangen, werd 889. En welke was er nog meer? Beveiliging. Beveiliging, love stuff. Ah, die hebben we nog niet. Oké. Jesse en Gerrit, taakverdeling planning maken voor Hollandse Boerenmarkt. Ja. Oh, hij is verdwenen. Heeft iedereen hem al gelezen? Nee. Ja. Hangt oh, wel! Ja, hij hangt op de deur. Mooie ja? plattegrond. Heeft iedereen hem gelezen? Ja, toch. Hartstikke mooi. Okay. Overhoring. Hij gaat nog wel. Ja, inderdaad. Hij gaat nog wel aangepast worden, links, rechts. Maar His die is heel druk bezig met standhouders. Die heeft allemaal netjes op orde gebracht. Ook vrijwilligers. Die is ook mee bezig. Oh, top. Ik zou zeggen, laat iemand anders een beetje over. Oké, nou dan het volgende puntje is. Hiskemarkt. Waarom? Nee, inmiddels zegt iets tegen mij dat een standhouder nog komt. Dat zien we gewoon door. Vertel anders even wat over de standhouders. Waarom? Omdat ik eigenlijk wel genoeg had gezegd. Oh my god. Switch, hè? Ja, lekker. Dat het gewoon handig is dat je doorgaat. Ja, ik weet niet wat ik voor de rest nog over moet vertellen. Niet. Nee, eigenlijk. Ik wacht heel graag. Misschien wil iedereen wel weten wat voor standhouders zijn. Ik was namelijk aan het vertellen dat jij druk bent geweest met standhouders en met vrijwilligers. Dat klopt. Heb je ze gemaild? Ja. Oké. Vrijwilligers zijn gemaild, standhouders zijn gemaild. Vanaf gisteren hing er een lijst op de koelkast. Daar kan iedereen kijken wat voor kramen we hebben. Daar hebben we er sowieso 19 en ik hoor net van Merel wat nummer 20 zich heeft aangemeld. Nice. Lekker. Oké. Okay. Maandag groothandel bestellen. Nog even over de markt. Is er vroeger shift daar nog iets? Of was dat in de... Nee, hoef ik niks over te zeggen toch? Moeten we wel even... Heeft iedereen het al gezien op de webshop? Ja. Nee. Half elf beginnen we. Met half elf beginnen we tot... Tjoe! Hoef! Ja. Ja. Ja, het is toch even goed om in de groep te gooien. Half elf beginnen we. Ja. Staan we zo lang in de kraam? Ja! En wat gaan we doen, Alexandra? 500 haringen verkopen. Ik heb een weddenschap met Jesse. 500? Ja! We hebben al de hele dag verkleed als een haring. Nee, anders moeten ze 10 blikjes... Maar even wat anders over die viskraam. Stel, alles is op. Wat gaan we doen? Gaan we nog wat doen? We hebben kaas. We hebben ook kaas, hè? Ja. Nee. Moeten we bijspringen? Dat is zo bedoel ik. Ja, dat komt goed. Ik las een mailtje dat die vrouw ook zei, weet je het wel 17? Ja.
Ik weet het zeker. Nou, dat was zelfs zo. Maris begon ooit over 750. Ja. Met Lex. En toen hebben we het erover gehad dat dat wel heel erg veel is. Die man adviseerde er 100. En nou is er natuurlijk een extra shift bijgekomen. Maar het totale bezoekersaantal wist hij. Hij zegt, ja, dan moet je er meer dan 60 per uur verkopen. Hij zegt, als je het in één keer zou overhandigen, dan kan dat wel. Maar moeten er uitjes bij? Moet het op een broodje? Moet het gesneden worden? Wordt een heel ingewikkeld verhaal. Hij zegt, ik zou echt voor maximaal 250 gaan. En Mariska steekt de hand ervoor in het vuur. Dat ze er 500... Ik heb hier een vuurtje. Alles voor Chris, ik... En ik heb krijtverf besteld, want ik ga een ouderwets haringbord maken, zoals bij de haringkar. Ik ben heel huiverig, maar ik hoop het echt. En je krijgt ook een actie dat je ze mee naar huis neemt. Drie voor zoveel en je neemt ze mee naar huis. Drie voor zoveel. In een zakje mee naar huis. Ja. Ze nemen niks terug, hè. Dat is 250. Gaat helemaal goed zo. Ja, ik eet ze. Nee, maar jongens, we hebben gewoon niemand... We gaan ze verkopen. Ja, het gaat zo. Hé, maar even, we hebben jullie ons een paar dagen geleden gezien met al die haringen. Ja, ik heb wel eens eerder op de markt gestaan en Lex ook. Ja, Lex en ik. Ja. Ik heb inderdaad op de markt gestaan, het gaat goed komen. Rizka heeft in de sales gegeven. Ja, waren 100 haringen. Die hebben we met z'n allen in een uur opgegeten. Waarom? Waarom? 500 is gewoon te doen. We zullen echt wel een kacheltje hebben daar. Dus we de hele dag daar moeten staan. Het gaat helemaal goed komen, Alexander. Ja, wat denk jij? Gewoon even een wollen trui eronder. Ja, het komt helemaal goed, Lex. Oké. 500. En we doen. Oké. Wat? 500. Willen mensen deze week nog haring? Ja, lekker. Ja. Aan beur. Nee, Brun. Laat me komen. Iedereen boven Brun. Ja. Ja. Niet lekker? Lekker, nee, lekker. En hoeveel soorten kaas we hebben? Is misschien ook wel leuk om te gaan. Jonge kaas, wat wordt kaas? Kaas, oude kaas. Wat wordt kaas? Nou, zwarte truffelkaas. Nou ja, in ieder geval heel veel verschillende soorten speciale kaas. Oh, mijn soort in kleine. Komt er ook een handtekening? 400 gram is het nou weer? Kaasjes. Met de logo erop in tekst. Ja. Maar alleen oude kaas toch? En beleefd. Oh, lekker! Ook jong? Volgens mij. Ja, volgens mij. Smaakjes. En hebben we ook kaasbroodjes. Winner! Dus zo, ter promotie van natuurlijk de Hollandse boek. Maar zoals we weten is Nederland en Haringland. Dus ja, allemaal haring kopen! Dat komt wel goed. Ik heb al die Chinezen wel eens op gekijkt en de Scheveningen gezien. Die vreten er meer dan wij. Ja! Daarom. Gaan we doen. Wat is de volgende? Haring hebben we ping-ping, hè? Ping-ping. Oké! En we gaan weer door. Oké, lekker bezig. Playback video's, fame. Tot en met maandag insturen. Hoe zijn er? Hoe is dat, ja, hoe is dat afgelopen? Dit is vandaag op maandag, dus het is nog afgelopen. Oh ja, komen we er woensdag op terug. Ja, woensdag komen we erop terug en mensen kunnen nog een playback video insturen. Hoeveel zijn er al binnen? In ieder geval is er één binnen. Oh. Dus Nou, die gaat voor prijs. Als dat het is, dan is het nou een succes geweest. Oh. Nou goed, we gaan nog even kijken. Eentje? Ja, misschien. Eentje. Misschien komen er nog 20. Ik heb zo'n spier. Ik heb de hoop nog hoog. Van wat? Oké. Okay. Handballen, fanatiek. Oh ja. Ik beweeg nooit. Oké, sanitaire deur, altijd dicht doen. Hoe gaat dat, jongens? Nou, echt slecht. Heel slecht. Echt top. Die deurknop die ja, ik denk dat we er een dranger op moeten zetten. Ja, die BNB. Ja, gewoon hier van de silo deur, die trekken we er gewoon af en die gooien we daarop. Ja. Ja. Maar, we moeten ook even kijken hoe die deur even aan elkaar, de deurklink aan elkaar blijft zitten. Yeah. Die valt nu elke keer af. Ik heb een inbus nodig, maar bij die inbus is er geen ding. Oh, die is niet geweest. Dat in de. Om die deur is een inbus nodig. Maar in het niet. What the fuck is een inbus? Zo'n 6-hoek. Zo'n dingetje, kijk zo eentje. Oh, zo'n moertang. Ja, bij de IKE. Bij de IKE krijg je die altijd. Alles is met de inbus. De moertang. De moertang. Moertang. Oké, focus. Aanstaande vrijdag. Vrijdag zouden we een lezing hebben over gedrag. We zijn ziek. Ik kom nu aankomende donderdag. Oké. Oh, dat was ook. Oké. En vandaag? Ja, smiddags, maar laat ik even niet allemaal. Donderdag. Ja, ik heb donderdag ook gewoon weer les. Oké, en er stond vandaag kistjes maken en dat was het. Oké, leuk, rondvraag. Oeh, dan wil ik wel beginnen. Twee dingen. We gaan eerst met de ene. Vorige week woensdag kwam ik 's avonds achter de computer. En we hadden een mailtje gekregen van een stichting. Een soort van wensambulance. Maar ik vond het wel jammer, want hij stond open. Dus waarschijnlijk is hij gelezen, maar niemand had erop gereageerd. Die heeft om 10 uur 's ochtends tot 8:30 's avonds gewoon opengestaan. Dus dat vond ik wel jammer. Kan gebeuren misschien dat iedereen het gewoon over het hoofd heeft gezien. Dus ik heb een mailtje gestuurd van joh,
kunnen we morgen even bellen, dan bekijken we even wat de mogelijkheden zijn. Nou, dat gedaan, zus en zo, namens de hele groep gezegd dat wij het heel tof zouden vinden. Want vrijdag 1 november rond de klok van 11 uur komt Emmy. Emmy is 68 jaar en heeft meerdere chronische ziektes. En zij is enorm fan van ons, zelfs Adriaan stond in de mail. Oh, iedereen. Ja, 68 jaar. Zou het heel leuk vinden, is ook een van haar wensen, om met ons gewoon anderhalf uur lekker te kletsen, een rondleiding. Ik heb gevraagd, misschien leuke dingen om te doen. Ze zei, nee, ze vindt het al helemaal tof en leuk als ze met ons gewoon gezellig kan babbelen. En een paar foto's kan maken. En hoe laat komt ze? Ze komt van 11 uur en rond half 1 uur gaat ze weer naar huis. En ze komt wanneer? Vrijdag 1 november. Nou, leuk in ieder geval niet dat mensen het bewust niet hebben uitgeprint en voorgedragen. Maar het is wel in ieder geval goed dat je hem hebt opgepakt. Ja, daar is het gewoon gelezen niet bij. Moet even de boodschap in de dingen doen, Brent, ja. Voor de kaart. Ja, Weer en ik gaan ook een pantentuin maken van fondant en alles. Okay. Ik weet hoe je een pantenvulling moet maken. Oké, okay, ja? Top, ja, top. Brent, eet je mee? Nee, ik had gevraagd van eventueel lunch of een ontbijt. Nee, dat hoeft niet per se. Ze vond het wel gewoon leuk als ze gezellig dus een bakkie kon doen. Niet per se, maar is wel leuk. Zou ik soepie maken? We kunnen ook wat hapjes neerzetten. Ja, ik had dus mijn Merel erover. Anders maken we gewoon een taart en dan gaan we gezellig hier met een paar kleine hapjes gewoon zitten. Dat is een hele lunch, een hele brunch gebeuren. Prima. Zet dat iedereen weet, vrijdag om 11 uur. Aankomende vrijdag. En als ik dan gelijk even op vrijdag mag inhaken, want vrijdag is het 1 november. November wordt de laatste maand in Utopia die we vol gaan maken, met z'n allen of in ieder geval met een groot gedeelte. Dus het leek mij heel erg leuk om vrijdagochtend met z'n allen te ontbijten, om dat een soort van te vieren. En ik vroeg me af wat jullie daarvan vinden. Ja, maar het is leuk. Leuk. Ja, dan ga ik wat broodjes en zo bestellen bij de P. Er ligt hier ook nog echt heel veel, hè? Kunnen we dat niet eerst opmaken? Ja, zeker. De naailes naar 13 jaar groen. Thanks. Gaan de mannen ook nog wat doen met Movember? Ik ga mijn baardje wel vallen. Niet dat ik veel heb, maar ik ga het wel vallen. Gooi. We hebben het. Gaat in de snor groeien, alleen de snor. Ik houd het voor elkaar klein, jongens. Sorry. Nou, ik zie dus twijfelen. Misschien dat ik dit een beetje stoppelig laat en misschien dat ik het weghaal. Ga ik straks eens eventjes goed observeren. Nou, dat hadden we vorig jaar al. Ik zie het al helemaal voor me. Ja, goed zo. En dat ga ik langer dan 4 uur volhouden. Ga dat ook doen, Bren, je snor. Die drie haartjes. Welke drie haartjes? Nou, drie haar. Oké, is goed. Nee, ik kijk het wel. Ligt wel bij mijn Ik denk echt dat je een hele mooie volle snor krijgt. Nee. Met kraaltjes. Drink gevlochten. Puntje. We zijn nu bezig met die kistjes, maar er moet ook gezaagd worden. Die willen gaan zagen. Dan kan ik gewoon door mijn boren. Ja, ik ga wel weer zagen starten. Is dat? Ja. Ik ga wel een aantal lange stukken. Ik ga wel schuren. We hebben die. Staanhoogte is prima. Gewoon op de grond. Ja. Ik heb een bankschroef. Oh. Dat waren mijn punten. André, bedankt voor je inbreng. Ja, nee, niks. Ik heb niks. Nee hoor. Nee, ik ook niet. Nou. Ik heb twee dingen. Nummer 1 is dat ik 1 november heb ik een naailes van Silke. Oude naaien. Om 1:30 komt zij op 1 november dan langs en dan leer ik naaien, jongens. Ik ga beginnen met een canvas tas. Ik had gezegd dat ik uiteindelijk een drag costume zou maken. Ze zei voor de eerste les is dat heel erg ambitieus. En mijn reactie daarop was, mijn ambitie ligt er in ieder geval. Je bent zo wijs. Huh? Je bent zo wijs. Ik ben Wies. Ik heb in ieder geval heel veel zin in. En dat was in ieder geval het positieve nieuws wat ik ga brengen. Nu heb ik wat negatieve nieuws. Iedere ochtend douche ik. En meestal draag ik een joggingsbroek die ik dan uitdoe. In dit geval is het een zwarte joggingsbroek. En die is verdwenen. Vreselijk. Ik vind dat best wel spijtig eigenlijk. Vooral omdat het best wel een joggingsbroek was waar ik waarde aan hechtte. En ik vraag me af, heeft iemand toevallig mijn joggingsbroek gepakt? Dus heb jij mijn joggingsbroek gepakt? Nee, moet ik hem mee? Nee, ik heb er al zo heen. Mariska? Hiska? Nee. Waar heb je hem neergelegd, joh? Hoe noem je dat? Aanrecht. Aanrecht. Nee? Wastafel. Op de wastafel, aan de kant,
Tussen de droger en de wasmachine in, weet je wel, daar midden bij de spiegel gebeurt. Oké, want ik heb wel was erin gedaan, dus misschien dat ik, maar volgens mij was jij toen nog niet aan het douchen. Ja, het is al een week geleden. Heb je het niet over vandaag? Nee, niet over vandaag. Oh! Nee, dit is eens kijken, we hebben het over dinsdag. Oh, nou ja, misschien dat het ergens in onze krat ligt. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk twee. Ik heb precies dezelfde. Alle kratten dus nagecheckt. Ja, maar in ons huis hebben we ook genoeg. Is het zo'n AC-ding? Nee. Het is een zwarte jongbroek met van die gouden rits die ik ook heb, weet je wel. Dus basically die Fanny heeft, maar dan voor mannen. Maar ik ga even het rijtje af. Jesse? Nee, maar ik heb wel echt, ik zag net even wat. Kijk, jij hebt natuurlijk 1 november heb je een naaicursus. Misschien kan je hier een leuke jongensproef. Nee, dat is voor eten op woensdag. Kan echt niet? Nee, kan niet. Oké, Shelly? Jammer, jong. Gerrit? Ja. Dat wil graag willen, maar nee. Alexandra? Oké, we komen tot de conclusie. Nee. We komen tot de conclusie dat sowieso niemand mijn jongensbroek bewust heeft gepakt. Ik ga dan wel eventjes nog bij jullie dan even checken of dat die dan misschien bij jullie in het huisje ligt. Zodan, als dat niet zo is, wil ik heel graag van de BV gewoon een nieuwe jongensbroek kopen. Want ik laat me niet gebeuren dat mijn jongensbroek wordt genakt. Ik zou wel eerst even in alle huisjes komen kijken. Ik ben ook mijn panty kwijt. Ik nodig je uit om vanmiddag even door mijn was heen te gaan. Ik ben door de was van zijn tergebouw dezelfde dag nog doorheen gegaan. Oké. Ik zou eens onderzoeken. Ik heb genoeg onderzoek gedaan. Ik ga nog verder. Huh? We zijn onderzoek. Nou, waar is het onderzoeksresultaat? Het is er niet. Oh. Kun je graag even op inhaken? Ik zou ook graag aan jullie willen vragen om een panty ergens uit de boot of waar dan ook op te sporen. En mijn tandpasta. Oh, ja. Mijn panty. Die lag ergens. En mijn blauwe spijtje wil ik ook graag terug. Dus het is een, en mijn maar dat zei je toen, hij ligt in de boot. Van. Dat heb je toen gezegd. Ja, nee. Een panty die ik ook weekend aantrek. Dat zou er niet zijn. Nee, dat was die van Milène, die lag in de boot. Die van jou zal tussen zijn, was in het sanitair gebouw. Vind ik heel raar, maar ik zou hem graag terug willen. Ja, hij ligt sowieso niet in de boot. Dat weet ik wel, die is helemaal op. Maar ik ga dan eventjes checken in jullie huisje samen met Frenny of met Merel of beide. Die van mij ligt toch? Ja, jij bent waarschijnlijk een S, ik ben een L-meid. Maar zo niet, dan ga ik nieuwe doosjes aanschaffen. Oké. En dat was mijn punt dan. Wat kost dat ding? Ah, hij kan niet verdwenen, zei je. Hij kost 25 euro. Nee, dat kan niet. Hoeveel? 25. Ja, ik wil niet wel een vrij duur. Als mensen wat verliezen, van oh ja, bestel maar weer. Nee, maar hij kan niet weg, hij heeft geen pootjes, dus hij kan niet het nee. Doen. Nee, dat komt ook omdat één grote ding is, zo is in het sanitair. Niemand weet ook of jij eigenlijk misschien wel onzorgvuldig bent geweest met je spullen. Ik leg mijn kleding altijd netjes neer als ik heb gedoucht en ik neem ze altijd netjes mee als ik weer naar de kerk ga. Iedereen kan dat beamen. Kijk, iedereen zit in ochtends in mijn ondergoed, met mijn slippertjes, de P-slippertjes, dan ben ik douchen, dan ga ik eruit en vervolgens neem ik alles mee. Punt. Ja, maar misschien ben je een keer een ochtend onzorgvuldig geweest. Ik kan dat niet. Ik vind het wel heel erg onzorgvuldig dat er nog steeds allemaal kratten in het sanitair staan. Ja, dat vind ik ook. Ja, laat iedereen gewoon zijn kratten in hun woning, huis, inloopkast, whatever, gewoon daar deponeren. S'il vous plaît, SVP, AUB. Het is echt vervelend. Ja, dat ben ik het helemaal eens. Oké. Zullen we afspreken dat het vandaag weggaat? Ja, maar je kijkt de hele tijd mee. Aan. Ja, omdat het vanuit jullie hoek is. Maar van de zes Gerrit, Jessie, Merel. En minderheidsbelang. Ja, die weet ik niet, denk ik niet eigenlijk. Maar volgens mij voornamelijk Gerrit, Jessie, Merel. Nou, zeker Ben is poes het ook. Okay. Ja, dacht ik. Okay. Ik kan het niet als je niet zo irriteer me er echt heel erg aan. Nee, kratten worden vandaag opgeruimd. Mooi. Alexandra is aan de deur. En indien ik mijn jongensbroek dus niet vind, dan kost ik eentje op de BV. Maar dan wil ik ook mijn broek kopen en mijn legging en mijn shirt. Ja, ik ben! Ja, Alexandra, jij bent. Ja hoor. Jordi, was je klaar? Ja? Ik was klaar. Oké. Okay. Nou, nog 10 dagen, dan gaan wij iets heel moois doen. Ik blijf het elke week lekker benoemen, hoe we het altijd zeggen. Oh, benoemen. Ik vind het zoet. Donderdag kreeg ik bezoek van Daphne. Daphne die kwam binnen met een gruwelijke mooie glitterbikini met glitterschoenen die ik aan ga trekken. Ik ben ook bezig met fysicist, want ik vind bij een fotoshoot hoort ook een fysici. Dus daar ben ik ook mee bezig. Ik heb nog 10 dagen tijd om verder aan mijn blokkenbuik te werken. Lex. Vis. Misschien kan diegene die op de filmavond was, kan je misschien benaderen. Ja, maar ik heb eerst die even proberen. Wie? En kan Milena het niet doen? Ja, ik weet niet of zij er überhaupt nog is, dus ik ga alvast voorwerp doen. Dat is echt een wat gebeurt als jij er eigenlijk niet bent bij de fotoshoot?
Ik heb het op. Ik moet iemand anders mijn foto's doen. Oh, ik ga dit niet. Ik ben de stand-in van Lexi. Als bikini is. Lexi. Gerrit. Ja. Jesse met een pruik op. Een paar sokken erin. Ja. Ja. Nee, ik... Ja, dus dat. Pas. Nou, jij hebt even niks bijzonders. Nee. Ja, ik heb wel wat. Het magazine loopt supergoed. Meel en ik zijn bijna uitverkocht. De markt is bijna. Dus ik wil graag Meel en ik nog één keer bestellen. Ik denk een stuk of dus het 15 per persoon extra. Want ik denk dat mensen echt wel op cover ook misschien wel een keuze gaan maken van die wil ik graag hebben. En dan gaan we dus dit probleem nog groter maken. We hebben met elkaar afgesproken dat ze gewoon uitverkocht worden en daarna gaan we nieuwe kopen. Ja, dat is en ik ben ook echt een voorstander van dat we dat gaan doen. Ik ben er zelfs echt fel op tegen om nu extra van bepaalde inwoners te gaan bestellen wat je gaat overhouden. En dat wisten we van tevoren toen we met verschillende koffers gingen werken. Alleen je gaat het probleem nu in de kaart spelen door extra te verkopen. Het is meer een vraag, anders gooi ik het niet. Wat ik had gezegd, hij komt dus ook op de Hollandse avond. Had ik voor de rest nog belangrijke dingen. Ja, we staan 31.500 in de plus. Het bleef wel lekker. Ja, voor je facturen betalen als ze binnenkomen. Dat was het eigenlijk. Meneer, ga je de knop wel zo met Andrea? Ik heb al gedaan. Ja. Geen compleet. Oké, okay, laten we het is. Ja, ik denk, ik ga ervan uit... Goed dat je erover begint. Ik denk dat Fren even moet gaan kijken wanneer ze in ieder geval die twee, die polka en de hak en toon, weet dat we die samen kunnen gaan oefenen. Met z'n allen. Zullen we dat hebben morgenavond tijd? Om... Ah, waarom is het avond niet? Morgenavond ook goed. Nee, dan zijn we aan het sporten. Eigenlijk boeit het niet. Laten we gewoon even een datum overeen komen en de tijd. Van morgen om 11 uur? En ik kan het dat gaan sporten. Nee, ik wil liefst na 12. Waarom nou, maar dat is geen goed idee. Dan moet het eind van de middag. Eind van de middag. Ja, ik even doen. Nee, want ik heb om 4:30 tot 4:30 PT. Om 4:30? Kort eten? 4:30. Ja. Hartstikke goed. Heb jij dan doorgelezen, Fren? Ja, blijkbaar. Fren heeft geen keuze in dit geval. Ja. Jawel. Maar we hadden het toch al een keer over gehad, Fren? Ja, ik zag toch eens het goed. Ja? Anders zeg ik wel nee. Oh, oké. Oké, met groep. En waar gaan we dat doen? In de kuil. Waar jij wil. Ik denk ik kon het al doen. Kijk man. Ja. Nee, ik denk dat Mariska daar wel wat over moet je niet... Wat moet ik doen? Morgen? Nee. Oké, dat is daar. Nou, Hollandse avond. We hebben 64 kaarten verkocht. Hey. 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 Is die droog? Vanmiddag om 3:00 komt Leslie. Die komt even een leuk liedje zingen. Dus we moeten even kijken waar we dat gaan doen. Een liedje moet even nodig. Oh nee. Lichaam. Ja. Die dus, maar hij komt in ieder geval leuk even een nummertje zingen. Ook ter promo van de Hollandse Markt. Gezel. Ja. En ja, ik heb iets beloofd natuurlijk bij 50 kaarten. Natuurlijk. Dus Iske heeft wat gefabriceerd. Zo, levensgevaarlijk met die punten, man. Iske, wil jij maar aangeven? Je hebt mijn groene jurk al aan. Hier. Is hij wel droog? Doe maar. Hij was droog. Ja, joh, of ik kan wel verrotten. Ja. Doe maar aan. Pak. Ach joh, koop toch een nieuwe. Dus dan gaat het tulpen pakken. Dan gaat het tulpen pakken. Zo geld genoeg. En bij 75 gaat Hiske als werk ook. En geen hoofd. Als Hollands. En dan twee blaadjes zo. Ja.
wil zo... We gaan hem zo aantrekken als ik kan staan. Ja? Want hoeveel kaarten hebben we verkocht maar eens? 64. Ja. En wat gebeurt er bij 100 verkocht? Nee, bij 75. Nee, 100. Ja, die staat er niet op. Staat er niet op. Het is 100. 100 krijgen we allemaal een oranje pruik, toch? Oh ja. Ja. Ja, dat is het. In zo'n nee. Ja. 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 En dan moeten we daar de hele dag mee lopen. Ja. Leuk. Ik wil... Nee, dat was een windmolen, toch? Nee, nee. Nee. Blijkbaar nee. Nee, dat zonder en jij dan is, dan. Ja. Is, krijg jij ook een... Nee, ik heb al oranje haar, begreep ik. Ja. Ja. Jij krijgt ook ja. Ja. Dat. Nee, dat scheelt geld. Ja, ja. We moeten wel even bestellen. Ja. Ja. Dat scheelt geld, dus dat doen we niet. Het is wel een oranje haar. Spuitbushaar. Ik heb al oranje haar. Nee. We kunnen ook spuitbushaar. Ja, dat moet even finisher. Je hebt echt geen humor meer. De groep. Wow, door de groep. Ik heb niks te zeggen, hallo. Kun je nog verdere punten, meid? Oh, ja. Normaal doen Frenny en ik 10 dagen met onze pottencheck. En nu hebben wij Love is Love een pot gekocht. En die was maandag al leeg. En toen hebben we weer een nieuwe gekocht. En die was weer na 2 dagen leeg. Oh, vervelend. Daar ben je mee gaan roken. Ja. Wow. Dus, wie rookt er mee? Dat gaat niet. Want we hebben nu weer een nieuwe gekocht. Binnen 10 dagen 3 potten. Ja. Wil iemand misschien jullie financieren? Dat ze zeggen, nou, we vinden het wel leuk om jullie een eurotje te geven. Ja, maar ik heb nog maar 1 checkpot daar staat. Nee, ook niet. Ik heb ook 3 pakken check gekocht in een paar dagen. Nee, dat is ongekend. Maar normaal doe ik dus 10 dagen per week. Ik zit hier 4 maanden en 10 dagen doen we normaal met 1 pot. Ik vind het er ook. Hoe weet jij dat? Er is mal en Lucky. Groot. En de mal kan je ook gewoon mee check draaien. Dus. Maar dan gaan we AUB voortaan vanaf blijven, want daardoor moet ik geld in de zakgeld. Nou is die M-pot ook de helft kleiner, hè? Ja, maar dan kan je nog steeds 104 sigaretten uitdraaien. Staat volgens de statistiek, hè? Ja. 104 sigaretten. En bij die andere 128. Van de luk. Dit gaat op een verslaving. Ja. Staat op de pot. Dus. Maar anders stuur je gewoon een mailtje en dan zeg je gewoon, jongens, we hebben geen zakgeld meer, maar we willen graag... Ja, sponsor ons even. Ja, nee, ik denk niet dat ze daar weten. Gewoon op de webshop. Ja. En koop een pot, mede mogelijk gemaakt door. Maar koop voortaan je eigen check. Maar voor de betaling stopt, volgende keer is vergeten, Shelly. Want ik kijk naar de kalender en ik kijk naar de 31ste en daar staat een moord. Hallo. Hint. Oh ja, klopt. Ja, sorry. Inderdaad. Dan Halloween. Dat je eraan herinnert. Ja. Ja, de 31ste, dat is aanstaande donderdag. Hebben we een Halloween feestje. Van 8 tot 9 hebben we muziek. En daarna vind ik het leuk om Halloween spelletjes te gaan spelen. Halloween spelletjes? Wat is dat dan? Halloween spel. Ga je nog wel even opzoeken op internet. Oh. Maar er wordt in ieder geval erna nog wel spelletjes gespeeld. Niet dat de muziek uitgaat en dan gelijk boom, pats. Iedereen loopt daarheen. En dan is het afgelopen. Het is gewoon leuk om nog steeds bij elkaar te blijven. Want we zijn waarschijnlijk allemaal verkleed. Want ik heb ook met His samen... En Frenny samen... Kostuums gehuurd. Dus die komen waarschijnlijk ook voor donderdag niet. Binnen. Zo, moet ik hoop... Ach, sorry. Ik heb geen... Nee. Ik heb erbij geschreven als voorkeur panter. Iets met panter. Ja. Dus... Nee, geen sport dit jaar. Nee. Dat doe ik het echt niet aan. Weer niet. Wat wel dus leuk, dat komt ook. Ik ben nog bezig met een gymeur die ons komt gymmen. Ik hoop dat gaat lukken, maar ik... Wist wel iemand? Ja, denk dat het wel zo'n beetje is. Nee. Mis ik iets, Hiske? Nou, wat wel leuk is om te vertellen natuurlijk dat het weer een activiteit van TreinBV is. TreinBV. Maar dat de BV... De mede-sponsor. En waar is ook buffet in dit verhaal? Ja, van je. Zeker niet. Maar dat hij de mede-sponsor van dit evenement is. Ja. BV. BV is aan het smijten met geld de laatste tijd. Maar goed ook. Nee, maar we staan in de plus. Is er nu een beslis jij nu over het zakgeld? Sorry? Ja. Het zakgeld dat het... Godverdomme! Dat lijkt een beetje. Jordi, dat is dierenmishandeling. Ja. Nou, laten we dat doen. Oh, dat was echt heel vies. Oh, dat ze het ook hebben. Oh, wat erg. Ik heb geen akkoord gegeven.
1 of 2 is gewoon de uitbetaling van het zakgeld. Hé, fijn. Oké. En wat doen we dan met... Dat is goed gekomen. We hebben een... Oké. Ja. Dan zeg ik niets. Oké, okay. Freddy, heb jij nog wat? Ja, ik heb nog één dingetje trouwens. Gewoon, ik wil nog één... Niet aan de beurt. Ja? Ik was wel aan de beurt. Nou, maar opnieuw weer. Heel snel. Ik wil nog één keer opnieuw herhalen. Dat de kaartjes online staan voor de dinner show. Yay! Ik ga ze wel zuigen. Franny, heb jij nog wat? Ik heb één dingetje. Fran, sorry. Huh? Nee, en wacht even. Ik zeg sorry. Oké! Nou, ik heb nog één dingetje. Even kijken, welke dag valt het eigenlijk? Op een donderdag, 14 november, ben ik hier, als ik hier dan nog ben, een jaar. En het lijkt me heel erg leuk om dan een vergunning voor muziek aan te vragen, als je dat ook leuk vindt. Natuurlijk! Ja. 14 november. Ja. Op een donderdag. Ja, tuurlijk. Haar zijn avondeten, chips. Oeh! En ze waren alles maken. Dat. Pizzakorsjes. Ik had nog wel één dingetje. Ik weet niet of iedereen het al had gehoord. We hadden met de organisatie van de Hollandse Avond overlegd. Kijk, we krijgen natuurlijk een heel groot ledscherm achter het podium tijdens de Hollandse Avond. Nu heb ik Ernst gevraagd om ook camera's mee te nemen en mensen die het besturen. Om de live beelden, geswitcht tussen de camera's, af te spelen en ook gelijk op te nemen. Op het scherm. Een aftermovie. Ja, dat kunnen we gaan doen. En we kunnen voor onszelf kunnen we er een promofilmpje van maken voor als we buiten zijn van een optreden. Maar voor de camera's rekent hij niks extra's. Maar het scherm wel gewoon. Het scherm is €250, maar dat staat ook allemaal in de begroting. Is daar nog iets bijzonders over? Oh ja, en we zijn dus bezig met het benaderen van danseressen. Voor op het podium. Om er een hele dikke show van te maken. Ja, kijk naar mij. Jij kijkt naar mij. Oké. Oké, okay, nou het was party. Een party. Party. Heel dames en heren. Iedereen ruim je eigen troep op. Iets met led. Iets met led. Oké, led. Oh, ik ga mijn haar verven, ik heb het koud. Nee! Ik wil dit niet meer. Kijk. Wat? Ik heb geen stem gehoord. Het is wel gek, maar ik had ook niet anders verwacht. Vandaag niks. Nou, dat was echt gezellig, jongens. Nou, zeg.